vaak zijn er meer stressoren, dus een bult aan problemen, die dus eigenlijk een berg die voor je staat, met schuldenproblematiek, gezinsproblemen, noem het maar op, die eigenlijk het korte termijn denken alleen maar daarmee bezighouden en niet goed voorbij die berg kunnen komen. Langer termijn lijn, stop met roken, waardoor je je ook vaak prettiger voelt, omdat je niet meer belast bent dat je je kinderen ook mee laat roken, veel minder geld uitgeeft en dat soort dingen. Dus vaak zie je dat je een gedragsverandering aangaan, dus het stoppen met roken en daar coaching bij krijgen, dat de zelfeffectiviteit verhoogt. En je ook in staat bent om andere problemen op te lossen. Dus het is niet altijd zo dat je eerst alle problemen moet oplossen en dan gaat stoppen met roken. Soms kan het ook hand in hand gaan of zelfs het stoppen met roken als beginpunt van een veranderd leven.